De bewoners van buurtschap De Zwarte Kat zijn niet blij met de mogelijke komst van 3 villa's op het terrein van het gelijknamige café. Sinds de sluiting, 1,5 jaar geleden, was lang onduidelijk wat er met De Zwarte Kat zou gebeuren. Maar een recente vergunningsaanvraag van een projectontwikkelaar geeft ineens een kristalhelder beeld van de voorgenomen plannen. En daar zijn ze hier absoluut niet blij mee. De plannen die er nu liggen, gaan uit van de bouw van 3 grote villa's vlak op elkaar. Nou, je kan zo wel zien, de afstand, de grootte van het terreintje is betrekkelijk beperkt. Dus dat betekent dat er grote, hoge woningen dicht op elkaar gebouwd worden. Nou, als je kijkt naar de omliggende bebouwing en het landelijke karakter van de omgeving, past dat gewoon niet. Kijk, als dat 1 huis was geweest, was het dan weer een heel ander verhaal geweest. Dat staat dan in de ruimte en dat krijgt dan de ruimte om zich heen. Maar nu ligt het vlak naast woningen die veel lager liggen. Het hele karakter wordt hiermee aangetast. Met het mobiliseren van de buurt hopen buurmannen Jan van Schaik en Henk Jurrien de bouw tegen te houden. Ze zien hun buurtschap in rap tempo veranderen. Boerenbedrijfjes en kleine historische plekken moeten plaatsmaken voor grote villa's die het landschap veranderen. Kijk naar de overkant hier. Daar komen ook van die grote paleizen allemaal te staan. We moeten hier ruimte hebben voor iedereen. Ook de mensen die een beetje kunnen rommelen en die lekker hun gang kunnen gaan. Ik bedoel, dat maakt het gebied mooi en dat maakt het voor iedereen aantrekkelijk. En dat is gewoon in mijn beleving heel belangrijk. Café De Zwarte Kat was een begrip en tot voor kort het historische hart van het buurtschap. Eind 2017 ging het dicht. Eigenaar Jack van der Buske vond het na 41 jaar wel genoeg. Ik ben 61, ik vind het wel goed gedaan zelf. Ik heb mijn sporen gehad. Een opvolger was er toen niet en sindsdien staat het gebouw leeg. De hoop wordt nu gevestigd op een ondernemer die het café nieuw leven in kan blazen. Je kan hier alles tappen, want ja, tapvergunning en alles zit erop. Een terrasvergunning, dus het is voor heel veel uitbaters een lui lekker land om te zijn. Want allerlei soorten publiek komt er langs. Als je die mensen allemaal weet te verleiden om een drankje te drinken, dan verkoop je heel veel drankjes. Voordat de 3 villa's gebouwd kunnen worden, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. En daar gaat dan de gemeente over. Door middel van een petitie en de invloed van de dorpsraad in Nes aan de Amstel hopen ze dat de gemeenteraad zich nog wel een tweede keer bedenkt voordat dit stuk historie voor altijd verandert. Alle gemeenteraadleden weten exact wie de betrokkenen zijn. Die moeten allemaal een woordje kunnen doen. En nog op dit moment is er maar 1 die het woord heeft gedaan. En dat is de vastgoedondernemer. En dat is niet goed. Wat we eigenlijk hopen is dat het huidige cafeetje, dat het of wordt gerestaureerd of in ieder geval in ongeveer dezelfde staat wordt herbouwd. En dat hier gewoon die reuring blijft. Dat is gewoon belangrijk. Dat hoort hierbij. Dat hoort bij het buurtje. Dat heeft hier altijd geweest. En dat moet hier blijven.